Richard, even een rustig moment voor jou. Natuurlijk geen race Formule 2 voorlopig. Duurt nog even voordat die laatste eraan komt. Hoe is dit, kart evenement? Geen race op het circuit met Formule 2, maar wel met de kart. Dat is natuurlijk superleuk. Altijd een mooi evenement. Natuurlijk voor groot hart, dankzij Rob Kamphuis die het elk jaar weer organiseert. Ik ben er denk ik bijna alle jaren bij geweest, dus ik hoop dat dat ook nog heel lang zo doorgaat. Superleuk. En pole position? En pole position is natuurlijk altijd leuk. Dat is altijd goed. Wat kun je zeggen over jouw Formule 2 seizoen tot nu toe? Ja, een beetje ups en downs. Wel heel veel geleerd. Dus ik denk dat ik weer nog meer geleerd heb over de auto. En het algemeen ook, hoe je een auto af moet stellen om hard te gaan. En ik hoop dat ik dat volgend jaar kan gebruiken. Maar wel heerlijk, hè, om op het podium te staan. Dat is altijd lekker. Een bekertje mee naar huis is altijd goed. En dan horen we laatst nog wat geruchten over Günther Steiner. Haas, kun je daar iets over zeggen? Nee, daar kan ik niks over zeggen. Is ook niet heel bijzonder. Was goed om kennis te maken. Goed gesprek gehad. Wie weet wat dat in de toekomst nog op gaat leveren. Maar het zou wel natuurlijk een droom zijn en heel mooi zijn als het zover zou komen. Ja, absoluut. En daar push je ook voor. Samen met al mijn partners nu ben ik heel dankbaar voor. Maar die pushen allemaal om mij naar de volgende stap te brengen. Maar eerst even karten. Eerst even karten. Eerst even deze race winnen en dan kijken we wel verder.